Soms, hè, vrienden, soms, dan is Nederland gewoon volstrekt niet serieus te nemen. Nee. Kijk nou gewoon naar dat hele gedoe nu rond die boerenopstand een beetje. Nou, en wat zien we daar nou? De rol van de politie. En daar kan de politie dus niks aan doen, hè. Want luister goed, die politie, ja, daar heb ik alle respect voor, petje af. Want die mensen hebben vaak de middelen niet en ook de manschappen niet om, ja, in hele gevaarlijke situaties terecht te komen. En toch doen ze het en hebben ze de moed. En dus niks dan respect. Maar de politiek, die heeft altijd gezegd van, ah, er hoeft niet zoveel geld naar die politie. Laat dat maar gaan. Net als het leger in Nederland. Want als Rusland Nederland binnenloopt, beste vrienden, dan staan ze in 2 minuten in Den Haag. Ja, dat is dan Nederland. En nu zien we gewoon met de politie, daar hebben we dus veel te weinig aan gedaan. En ja, die kunnen dus dat niet in de hand houden. Heb je dat gezien met die stroopwalen op die snelweg? Ja, ja. Dan komt de politie, die zal dan met een man of 5, 6 te duwen zo tegen die stroopwalen. En dat is en die krijgen ze dan niet weg. En dat is dan de Nederlandse politie. Dat is toch gewoon bromsnor. Dat is toch comedy capers? Dat is Keystone Cops? Dat slaat toch helemaal nergens op? Dan schaam je je toch wild. Dan denk je, god, waar zit ik nou naar te kijken? Naar de Nederlandse politie. Die zeggen dan van, ja, nee, we treden niet te hard op. Want we deescaleren. Want we praten meer. En intussen steken die boeren elke berm in de fik. En zetten ze de snelweg af. En doen we het allemaal maar op. En of ik het daar allemaal mee eens ben, ja of nee, dat doet niet de zaken. Als je vindt dat dat te ver gaat, en dat vinden natuurlijk de meesten van ons, treed er dan tegenop. Je denkt toch niet dat dit gewoon in Spanje zou gebeuren of in Amerika. Dat ze gewoon de hele boel maar gewoon een beetje op hun kop kunnen gaan zetten, die boeren. Want dat is wat ze aan het doen zijn. En zij voelen gewoon dat die politie zwak is. Dat weten ze gewoon. En daar maken ze misbruik van. En daar zit het gewoon. Dat is het. Want dan gaan ze. Hé, hoe vaak zijn ze nou al niet bij het huis van die minister geweest? Ja, weet ik wel. 1, 2 keer zijn ze al geweest. Dus de politie weet gewoon. Die gasten gaan afdoen naar het huis van die minister. Dan zetten ze daar een bewakingspost neer. Of weet ik veel. En die boeren lopen er gewoon dwars doorheen. Alsof de politie daar niet is. Ik bedoel, hoe kan dat nou? Waarom zet je niet de hele boel daar gewoon lekker af? Zet de ME ervoor, weet ik wel, die boeren komen er niet door. En wat lees ik dan? De politiemensen moesten wegkomen voor hun eigen veiligheid. Nee, 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 politie. Het is omgekeerd. Ze weten niet hoe het werkt. Het is omgekeerd. De boeren moeten weg voor hun veiligheid. Het is toch weg. De wereld op zijn kop, vrienden. Daar hebben we mee te maken. En dat hebben we allemaal. Ja, ja, en zo is het. Te danken aan falende politiek.